Goed, we hebben nieuwe zaken uit heel Nederland vanavond. Ook in Sprundel kunt u misdrijf helpen oplossen. Sprundel is een klein Brabants dorp vlak in de buurt van Rukve. Op maandag 23 mei maakt de bewoonster van dit huis aan de Kerlingen aanstalten om tegen 22:30 naar bed te gaan. Dat betekent in haar geval lichten uit, deur op slot en naar boven. Sinds haar man enkele jaren geleden overleed, woont ze alleen in huis. Als de vrouw een paar uur geslapen heeft, het is inmiddels dinsdag de 24e, sluipen er twee mannen haar achtertuin binnen. Ze willen blijkbaar per se bij dit huis naar binnen, al moeten ze daarvoor een stevig rolluik bij de achterdeur forceren. Even later lopen ze door naar de slaapkamer waar de vrouw ligt. Een van de daders schijnt met zijn zaklamp in het gezicht van het geschrokken slachtoffer, waardoor ze hen niet kan zien. De mannen zijn zo brutaal dat ze zelfs onder het matras zoeken naar geld, terwijl de vrouw zich probeert te verbergen onder het dekbed. We willen geld! Daarna moeten de laders in de kasten eraan geloven. En de mannen grissen het horloge en de armband mee die op het nachtkastje liggen. Terwijl een van de daders boven bij het slachtoffer blijft, rent de andere naar beneden en graait de handtas van het slachtoffer mee. Helaas geen goed signalement van de daders. Het enige dat we weten is dat ze donker gekleed gingen, accentloos Nederlands spraken en een van hen droeg een soort regencape. En wellicht zijn de gouden armband en het gouden horloge die werden meegenomen ergens te koop aangeboden. De vrouw had alleen wat boodschappen, geld en sieraden in huis. Dus de politie vraagt zich ook af of iemand weet waarom ze juist toesloegen daar aan de Kerlingen in Sprundel. Graag tips 0800 60 70.